Goedemorgen David, ik zit hier bij David van Zijl, de kaasbaas. Fijn dat ik jou mag interviewen vanochtend. Ik ken jou eigenlijk al heel lang, of jouw naam in ieder geval. Installatiebedrijf, loodgietersbedrijf van Zijl aan de Dorpsstraat. Dus dat zit echt in je bloed, David, ondernemerschap. Ja, ik ben geboren aan de Dorpsstraat. En mijn vader die had inderdaad een loodgietersbedrijf en mijn moeder die was ook altijd daar actief in. Ja, een stukje winkelverkoop. Dus echt in een ondernemersgezin groot geworden. Ja, zit het in je bloed. Ik denk wel dat ik een echte verkoper ben. Maar ik ben totaal niet technisch. Dus mijn vader had al vrij snel in de gaten dat hij geen opvolging zou krijgen. Mijn broer die heeft dat ook niet gedaan. Dus wat dat betreft, ja, wel ondernemer, geen installateur, zeg maar. Ja, helemaal goed. Ja. Wie is de persoon David? Gezin? Ik ben getrouwd met Alieke, twee kinderen, Jaap en Sjaan, van 7 en 2. Jaap zit op de zonnewijzer in Diepveen op school en voetbalt bij DSC. Sjaan die moet nog 2 worden in april, dus die is nog lekker thuis. Alieke, mijn vrouw, die is mondhygiëniste, zelf geboren in, ze is in Gorssel geboren, maar in Deventer opgegroeid. Nu samen woonachtig, ja, eigenlijk net niet in Diepveen, maar we voelen het wel als Diepveen. Ja. Het is eigenlijk ons, maar... Zo ziet het er ook uit, ja. Ja. Mooi plekje, ja. En hoe ben jij nou zo verzeld geraakt in de kazen? 1999, begonnen bij Ronald Bos. Die had een kaashandel en ik ben met hem meegegaan. Ambulant, dus huis in huis, verkoop en pionieren. Mensen aan de deur proberen een stukje kaas en wat aanverwante artikelen te verkopen. En dat vond ik helemaal prachtig. Dus ik heb tot 2004 een soort van contract bij hem gehad. Waarvan ik al vanaf dag 1 wist dat ik het over zou gaan nemen. Mijn gedeelte van de route. Dus mijn klantenbestand is hoofdzakelijk ook door mezelf gepionierd. En ik zit er in heel wat dorpen rond Deventer. En gaandeweg zijn er wat standplaatsen bijgekomen. Omdat het ook bleek dat het wel makkelijk is om op een vast punt te staan voor de verkoop. Ja, want jij staat ook op de markt in Diepveen bijvoorbeeld? Ja, het is een kleine marktje op donderdag met de visboer. Ja. Vroeger hebben daar wel meer kramen gestaan en Kaas aan de Hoorda was natuurlijk bekend in Diepveen. En sinds november 2019 sta ik daar en dat bevalt heel erg goed. Ook leuk om, ik had in Diepveen ook al wel veel mensen waar ik aan huis de kaas verkocht. Een aantal ervan die komen nu op de markt, maar ja. Het is nu NN, dus zowel bezorgen als ook een vast punt in het dorp. En gezellig, er stond een oliebollenkraam bij, dat was ook leuk. Dat gaat goed. Ja, dat klinkt als een hele drukke week. Want hoe zit je op zo'n gemiddelde week voor jou er nou uit? De markt staan particulieren langs? 4 standplaatsen. 12 tot 15 uurtjes is dat. En de rest is kaas aan de deur bezorgen. Ik heb nu ook een bezorger die me daarbij helpt. Dus, maar goed, we vullen daar wel 5 dagen mee, zeg maar. Dus het is wel een... Een week van tussen de 10 en 12 uur per dag, dat ben je zo kwijt. Maar goed. Dat is best veel, ja. De ja. Tijd gaat snel, dat scheelt. Ja. Het is met mensen werken, dus dat is ook leuk. Ja, ja, dus ja. Dat is ook wel echt iets voor jou, toch? Ja, past goed bij me. Ik heb het wel naar mijn zin, dus... Fijn. En corona, heeft dat nog impact op jouw privé of werk? Nou ja, ik denk iedereen... corona heeft impact op iedereen natuurlijk. Dat is natuurlijk logisch. Met school nu, de kinderen die thuis leren... Qua handel in de voeding heb je geluk dat je gewoon door kan werken. Dus je mag gewoon verkopen, je mag open zijn. En de verkoop is ook goed, omdat mensen zich thuis veel thuis bewegen, werken. Dus boodschappen doen en dergelijke. Dus de handel is daar niet minder door. Dus ik heb het geluk dat ik in een sector zit waarbij je goed kan doordraaien. Ja. Er zijn natuurlijk een hoop bedrijven en ondernemers die daar wel heel erg last van hebben. Ja. Dat is wel vervelend. En, ja, je merkt het een beetje doordat de horeca wat minder bestelt, maar het gros van mijn klanten zijn particulieren dus. Ja. Wat ik me dan altijd afvraag is, in de kazen, zitten daar ook nog iets van modetrends in of zo? Of bepaalde kaasjes die het altijd goed doen in een bepaalde tijd? Ja, mode is een beetje gaaf. Nou ja, je hebt wel seizoensgebonden dingen die... Kijk, in de zomer is het, of in het voorjaar is het heel leuk dan om witschimmels met witte wijn en dat soort dergelijke. In het najaar is het, dan smaakt de port wat beter met een zwaardere kaas of fondue, raclette. Dat is wel wat meer om in de winter te doen, zeg maar. Zullen mensen in de zomer minder snel eten? Ja. Omdat het ook nog wel wat zwaarder op de maag ligt.
En dus ja, wat dat betreft zeker seizoens, maar goed, gewone kaas, dat gaat natuurlijk het hele jaar door. Ja, snap ik. En ja. Ja. En naast de kaas heb je ook nog andere artikelen? Altijd die... Noten, eieren. Ja, boterkaas en eieren en wat noten inderdaad. Ik verkoop ook wat producten van Twan, van de slager. En balkenbrei en rookworst. En dat is met name door het venten gekomen, dat je bij mensen buitenaf komt die dan dat er zo bij meenamen. Wat wijn, dat heb ik dan weer via mijn bed hier in Diepenveen. Dus dat is ook leuk. Ja, ja. Dat zijn leuke combinaties met plaatselijke winkeliers. Ja. Ja. Heb je naast je werk ook nog tijd voor andere dingen? Naast je gezin of voor sporten? Je bent volgens mij een vervent voetbalsupporter. Ja, voetbal is een belangrijke bijzaak van het leven, zeggen ze. Ja. Nou ja, mezelf voetballen, dat wordt steeds minder. In de zin van qua tijd, maar ook qua prestatie natuurlijk, omdat je wat ouder wordt. Ik vind het heel leuk nu om met mijn zoontje naar de voetbal te gaan om een training te geven. Dus dat ook bij Diepenveen, dus het is leuk, daar ben ik zelf begonnen. Veel mensen uit het dorp vinden dat ik daar te kort heb gespeeld. Maar het is nu wel leuk om Jaap daar weer naartoe te brengen en oude gezichten weer te zien. En leuk om te zien dat de club zo gegroeid is qua aantal leden. En in mijn tijd waren het allemaal nog maar met moeite soms een elftalletje bij elkaar. En nu zie je toch wel heel veel jeugd ook. Ja, door corona is het jammer dat de ouders niet kunnen komen. Dat is wel heel spijtig. Ja. Go Ahead ondersteunen we en bekijken we. FC Keulen, dat is natuurlijk een grote liefde van mij in Duitsland om naar het voetballen te gaan. Kan momenteel ook niet door de corona, maar we bekijken het op televisie. Zo vul ik mijn vrije tijd wel daarmee. Ja, klinkt allemaal goed. Ja. Ja. En heb je nog een idee over 10 jaar? Hoe zit je er dan bij, denk je? Ik hoop heb je nog dromen? Ik hoop dat je er nog lekker bij zit. Ja. Op een goede manier verder gaan. Genieten van de kinderen. We wonen mooi. Hopen dat over niet al te lange tijd er weer wat meer perspectief is ook op... De gemeenschap, hè, met de mensen leuke dingen doen, dat er activiteiten door kunnen gaan. Dat weegt toch wel zwaar bij een hoop mensen nu, dat allemaal niet kan. Dat is minder gezellig. En niet echt van die doelstellingen dat ik zeg van god, dat wil ik of dat... Nee. Dus er wordt altijd veel gesproken over dat misschien nog eens een keer een winkeltje in Diepenveen. Ik sluit niks uit, maar het is stap voor stap. Ja. Ja, ik interview je voor Dorpslui Diepenveen. Heb jij nog een tip voor de gemiddelde Diepenveen? Of denk je nog van iets, er moet iets verbeterd worden in Diepenveen? Verbeterd? Nee. Dat is een goede vraag. koop je kaas maar. Nee. Maar dat is... ik vind Diepenveen is mooi opgeknapt in de loop der jaren. Leuke invloed met nieuwbouw. Daardoor ook wat niet oer Diepenveen is, die dan wel tussen zijn gekomen. En het is gewoon een gezellig, leuk dorp. Voor mij is het eigenlijk altijd wel hetzelfde gebleven als het gaat om de gezelligheid. En je blijft altijd ook de vaste gezichten tegenkomen. En we hadden het toen straks al over een beetje over de mensen die elkaar dan weer allemaal kennen en zo. En dat maakt Diepenveen leuk. Maar het is een leuk dorp naast de stad, zeg maar. Dat is in Diepenveen echt leuk. Ja. Dat het niet helemaal op zich staat. Ja, nee, ben ik wel een beetje eens. Oké, volgens mij heb ik voldoende ben ik van je te weten gekomen. Dankjewel voor het interview. Jij bedankt. En het gaat je goed, zou ik zeggen. Ja,